Drie minutes gaat tweemaal langer mee dan mislukte imitatie. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. Today is the first day of the rest of your life. And what a good day, to have a good day. Daily Minutes, 26 november 2021. Dit is het bulletin van vrijdag. Inmiddels 26 november 2021. Dit is het bulletin van vrijdag. Ja, ik had vanochtend al het een en ander ingesproken. Dat komt hier meteen na. Maar toen gebeurde er wat onverwachts. En daar ga ik aan het eind van de uitzending nog even op in. Heel leuk. Heel leuk. Nou, maar eens weer een Daily Minutes inspreken. Het was van de week niet super gelukt. Dinsdag griepvaccinatie. En ik heb dat al 2 dagen, nou niet de hele dag, maar een deel van de dag wel belabberd van gevoel. Dus ja, ik heb het maar rustig aan gedaan. Het werk was al genoeg, nou ja, inspanning. Ja, nou ja, goed, in ieder geval het werk, dat was voldoende. ik weet niet goed waar ik het over wil hebben, maar in ieder geval had ik zoiets van, nou, laat ik maar alvast een Daily Minutes beginnen. Straks lukt het overdag niet meer en dan heb ik weer geen uitzending. Het is nu, ik ben al 2 uur op volgens mij. Het is 6:30, 6:55 in de ochtend. En ik start net mijn computer opnieuw op, dat was even nodig. Dus ik moet, nou ja, eigenlijk moet ik een aantal dingen doen, maar laat ik me even laten zitten. Ik had eigenlijk zoiets van, ik ga vandaag wat met video doen. In het verleden deed ik op vrijdag altijd een live uitzending. Dus misschien dat ik het na dit intro afbreken, dat ik toch overga op live. We gaan eens even kijken en dan gebruik ik het resterende later wel, bij een volgende uitzending. Maar ik ga wel gewoon even door met nog wat in te spreken. Maar in het verleden deed ik op vrijdag vaak een live uitzending. Dikwijls met Jurgen samen. Dat heb ik al een poos niet meer gedaan. Ik heb al wat geëxperimenteerd. Bijvoorbeeld kan ik ofwel YouTube Live of Jitsi of beide met elkaar combineren. Ook het geluid, dat kan ik doorkoppelen. Daar moet ik dan wel rekening mee houden dat bijvoorbeeld de stream van dmr.li heeft een vertraging van een vertraging van 40 seconden bij een aantal mensen. Die vertraging is ook niet constant. Dus ja, daar moet ik wel wat rekening mee houden. Maar op zich kan ik dat zo. Ik zag gisteren dat ik dat zo kan aansluiten. Dus in principe kan ik daar zo mee aan de gang. Even kijken waar die kabel nu naartoe gaat. Moment, die moet niet op de grond liggen. Zo, even op een microfoonstatief gaan, want straks dan ga ik op die connector staan. Dat moet natuurlijk niet, dan kan ik hem niet meer gebruiken. Maar ik kan allerlei configuraties maken. Ik vind het altijd wel leuk als zo'n live uitzending ook geregistreerd wordt, zodat ik hem achteraf nog online kan zetten. Dus dat is 1 voorwaarde. Het kan best wel met de vertraging opgenomen worden. Hè. Dat is verder geen bezwaar. Dus als dat via dmr.li gaat. Maar er zijn verschillende opties. Als ik Jitsi erbij betrek, dan kun je ook al met Jitsi opnemen. Hè. Dus, maar ja, hoe zeg je dat? Ik hik toch steeds tegen dat video op. Hè. Dat is, ik wil niet, liever niet in beeld. Nou heb ik een prachtig mondkapje met gekleurde leds. Dat zie je ook. Kunnen gebruiken om te voorkomen dat ik in beeld kom. Nou, ik moet daar toch een keer doorheen. Ik denk dat ik tegen de tijd dat het weer zomer wordt en dat we naar buiten gaan, dat ik dan wel de camera gewoon ook geregeld meeneem en dan ook niet eronderuit kan om gewoon in beeld te verschijnen. Oké, nu zit ik dus weer te geeuwen. Het is toch net niet te geloven. En wat is die kat rustig? Die loopt altijd te jennen en te doen 's ochtends vroeg. Die is veel actiever dan ik. En je moet tegen mij 's ochtends niet praten de eerste uur, want dan loopt het niet goed af. Ik wil niet zeggen dat ik meteen gewelddadig word, maar erg aardig ben ik ook niet op zo'n moment. Maar die kat die maakt daar altijd misbruik van, maar vandaag dus niet. Wat is er aan de hand?
Zie je, te volgevreten. Ja, ze was gisteren wel heel succesvol in het bietsen. Hé, hey, poes. Mwah, zegt ze. Oh, je bent nog niet wakker. Mwah. Wat altijd heel lief is, is dat als ik haar wakker maak, dan wordt ze... Zij wordt nooit boos als ik haar wakker maak, hè? Andersom wel. Maar dan is ze altijd heel blij dat ze me ziet en dan begint ze meteen te spinnen, hè. Hé, hey, vandaag niet zo hard, hè. Vandaag niet zo hard, hè, poes. Hé. Hey. Het is nog donker uiteraard. Ergens voorbij april, dan is het om deze tijd hartstikke licht. Dat weet ik wel te waarderen. Zo 's ochtends vroeg is dat best wel fijn. Maar het is nu pas tegen 8:30 of zo. Dus het duurt nog wel 2 uur. Dus ja, maar het is al wel, er is al wel autoverkeer. Het is anders dan bij de andere lockdowns. We zitten, mag je er terug luisteren, net voor een... Weer een verstrenging van de lockdowns, omdat de cijfers echt wel enorm omhoog gaan. Gisteren was er voor het eerst iets een afzwakking, maar dat kan ook zijn dat ze gewoon niet genoeg tests hadden bij de GGD. Maar het is nog allerminst zoals in het begin in 2020 het was, dat er hier bij het kinderdagverblijf op stond, kindertjes, wij missen jullie en dat soort dingen. En alles is nog gewoon open, dus... Je ziet nu ook al gewoon verkeer. En dat was toch lange tijd niet zo, hoor. Tot ergens, volgens mij mei aan toe wel. Dat het hier 's ochtends heel erg rustig was gewoon. Hè. Je had in het voorjaar natuurlijk ook een volledige lockdown. Maar zelfs, want ik bedoel, je mocht dan wel om deze tijd volgens mij wel weer. Ja, even tot 4 uur liep die. Hè. Dus dan mocht je wel gewoon hier rijden. Maar het is nu weer rustig. Maar net was er behoorlijk wat autoverkeer en fietsen. En, dus ja... Mensen werken niet bepaald alleen nog thuis, hè. Ik heb het voordeel dat het bij mij wel gaat. Dat heeft ook tegelijkertijd als voordeel. Dat heeft dus tegelijkertijd als voordeel dat mijn omzet niet al te erg geleden heeft vorig jaar. En dit jaar is zelfs vrij zeker een meer dan uitstekend jaar geworden. Dan kan ik nu krap 1,5 maand voor het eind van het jaar al wel stellen. Dat zoals ik nu niks meer doe, is het nog een goed jaar. En dat terwijl de eerste 3 maanden, het eerste kwartaal, eigenlijk zeer slecht was. Met maar $150. Het was in dollars aan omzet. Niks. Het gaat goed. En ook wat een beetje lukt, waar nog wel meer werk van gemaakt moet worden, is ik wil er naartoe om... ik heb vrij weinig opdrachtgevers, een paar hele grote. Dus ik wil dat het weer wat diffuus is om het risico te spreiden. Want als er nu 1 grote opdrachtgever wegvalt... Ja, ik heb al wat reserve, maar dan kom ik toch al snel in de problemen. Dus dat moet eigenlijk niet. Maar ja, het is heel leuk werk. Dus laat maar komen. En het gaat al 4, 5 jaar goed op die manier. Ik heb al niet zo weinig als afgelopen jaar opdrachtgevers. Maar meestal is het net wat meer. Maar het leeuwendeel komt toch van een paar grote partijen. En eigenlijk is dat niet een heel goed idee. Bovendien is je werk gevarieerder als je dat van meerdere clubs hebt. Ik wil altijd wat meer aan mijn webshop doen en aan mijn ontwikkelwerk, wat ik ook nog doe. Maar ja, als de kassa rinkelt, dan is dat ook wel lastig. En ik wil misschien nog wat meer aan journalistiek doen ook. Maar het wordt niet meer zo als dat het ooit wel geweest is, dat het 40-50% van mijn werktijd was. Maar het is wel leuk om te doen. Aan de andere kant is het maken van detective verhalen, wat ik ook wil proberen, is ook wel leuk, hè. Ach ja, er is nog zoveel leuk om te verkennen. Er zijn nog zoveel leuke dingen. Ik moet wel keurig Nederlands blijven praten. Ik zit weer in een mijmerstemming, dus ik weet niet of dat een goed idee is. Ik weet dat een aantal mensen die luisteren dat wel erg op prijs stellen, maar ik heb zelfs zoiets van... ik weet niet, het moet niet per se nuttig zijn. Ik weet niet of je het geknabbel op de achtergrond kan horen. Maar dat is poes die... Ter hoogte van mijn elleboog, niet meer dan 15 centimeter vanaf de microfoon, zeg maar, op de vensterbank ineens aan het eten geslagen is. Het beest is slim in sommige opzichten. Hè. Dat is echt een soort van boerenslimheid, maar ook wel gewone slimheid. Maar ze zeurt dus om eten 's avonds, zodat ze, want dan zeg ik, ja, maar er ligt nog, eet nou eerst dat op. Maar dat wil ze niet. Want dan kan ze de hele nacht, als ze zin heeft, nog wat knabbelen. En Martine, en nou ligt er nog mooi genoeg, hè? Ik heb niks hoeven doen. Er lag nog een heleboel in de vensterbak. Knabbel, hè? Oh, en de microfoon snuffelen.
dan is ze toch ineens nieuwsgierig. En ze weet dat ik niet wil, dat ze, want ze gaat er ook in bijten als ze niet oppast. En het zijn toch wel high-end microfoons, dus ze zijn niet duur. Maar ik wil dan niet dat de kwaliteit terugloopt omdat ze vol met speeksel komen te zitten of zo. Dus, hè Poes? Ja, ze heeft niet veel aandacht voor mij. Ze heeft aandacht voor het eten. Het is wel een prachtbeest. Echt. Maar ze heeft niet nog een keer hallo gezegd. Twee keer heeft ze hallo gezegd. Echt, maar het was echt hallo, zei ze. Het was niet te geloven. Ik dacht eens dat er iets op televisie was, een andere cartoonserie of zo. En later zei ze nog een keer, hallo. Maar nou niet meer. En ik probeer van alles om er zo gek te krijgen dat ik het een keer kan opnemen. Maar het is ook tegelijkertijd een niet te dresseren eigenwijs beest. Ze gaat gewoon de gang. Ja, het is wel een lieverd. Ze zegt. Ze komt echt heel erg naar me toe. Als ik niet zo goed in mijn vel zit, dan is ze er. Hè? Dus het is echt wel een kameraadje. Ja, boef. Jawel, daar komt er weer een brommer langs met een mevrouw. Maar het is nu ineens wat rustiger. Dus kan ik net even spitsminuut. Een auto. 7:15. Ja, er zijn veel mensen op weg naar bouwplekken en dat soort dingen. Ik weet nog dat bij de lockdown ook, waren ze hier aan een van die gebouwen hier tegenover waren ze aan het werk. En tot een heel eind in de lockdown, terwijl niemand eruit mocht, zijn ze daar toch mee bezig gebleven. Het was volgens mij voor de gemeente. Ik weet niet of dat uitmaakt, maar. Wat betreft die kat, wat heel gek is, is dat zij, ik hoor dat wel vaker, katten die hebben ofwel een voorkeur voor water met waar veel zuurstof in zit. Ik heb hier ook een fonteintje waar ze wel uit drinkt. Maar er staat een bakje met echt hartstikke vers water. En daar drinkt ze wel eens een likje uit. Maar ze neemt nu, ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, maar zo'n reservoir wat op zijn kop staat, zeg maar. Hè, waar dus naar behoefte water uitkomt. Maar dat is wel echt de favoriet. Zelfs als daar nog maar een heel klein restantje in zit, zoals nu. Ja, zit niet zoveel meer in, hè. Maar zelfs dan is dat nog de favoriete drinkplek. Ik zal daar even wat water in doen. Dus ik ga de opname beëindigen. Eens even kijken waar ik vanavond mee verder ga. FPGA's wellicht. Tja, daar ben ik alweer. Ik heb het water bijgevuld. Dat is echt ongelooflijk. Dat is een reservoir waar 2 liter in gaat of zo. En dat gaat dan in een week tijd op. En hij was echt helemaal op. Het reservoir zelf was leeg. Het bakje eronder. Daar zat nog 1,5 millimeter water in. Met wat pluisjes en haar erin. En ik snap niet dat het beest dat lekker vindt. Maar daar zat ze toch nog met smaak in te likken. Dus. Terwijl ze hartstikke vers water heeft. Wat ik 2 uur geleden of zo gepakt heb voor haar. Dus, en een fonteintje waar veel zuurstof in het water zit. Wat ze ook wel lekker vindt. Maar dit is toch echt een favoriet. Dat is wel echt ongelooflijk. Ik weet nog dat Simone destijds, die vond het om meerdere redenen, die vond het ook lekker. Maar ik had nog een grotere, heb ik ook. Daar zit momenteel geen water in, heb ik niet in gebruik. Maar daar zit volgens mij 3 liter water in. En Simone vond het dan heel leuk als ze wat water dronk, dat er dan luchtbelletjes naar boven gingen. Dus die zat iedere keer te likken, dan ook weer een likje. En dan om ervoor te zorgen dat die luchtbelletjes omhoog gingen. Dus. Maar Simone die was toch heel gek op water. Die kon echt, ik had ook wel zo'n bakje op de trap staan. En dan zat ze gewoon op een traptree. En dan zat ze er 2 uur later zat ze nog. En af en toe is ze heel erg mogen te genieten, af en toe een likje water nemen. Hè. Echt heel leuk. Als ik er dan voorbij kwam, ja, dan zat ze er nog. Dus ja. Ach ja, dat was ook wel een prachtig beest, ja. Heel eigenwijs. Ja, even wat amateurnieuws. Ik heb het er nog toen niet over gepubliceerd, maar een Australische zendamateur, die is, terwijl hij aan het kamperen was, het is volgens mij wel, even kijken, het is bijna 2 jaar geleden, is hij dus vermoord en zijn vriendin, ik weet niet of het zijn vriendin was of gewoon een vriendin, maar in ieder geval die waren samen aan het kamperen en die zijn dus vermoord. En je zag daar op ERRL.org en op Southgate ARC wel geregeld berichten over, maar het nieuws hierover heeft nu ook de BBC bereikt. Even kijken. Het blijkt dat een verkeersvlieger momenteel in staat van beschuldiging is gesteld. Dat is wel opmerkelijk voor verkeersvliegers. Dat zijn goed verdienende mensen. Dat zou je toch niet verwachten. Dat. Dit zijn dezelfde foto's op de BBC als op Southgate ARC. No mention of dat hij een zendamateur is. Maar
Dat is die wel, VK. Nou, ik ben de call even kwijt. Ik zat even voorlezen. In het Engels weliswaar. A commercial airline pilot has been accused of murdering two elderly campers who went missing in Australia 20 months ago. Greg Lynn, 55, was arrested on Monday night after police helicopters descended on his campsite in Victoria. He was charged of murdering Russell Hill, 74, and Carol Clay, 73. There has been no trace of the pair since March last year. Oh, ze zijn nog vermist ook. Dat was me even ontgaan. Ik heb het niet zo heel goed gelezen. Ik heb zo nieuws, zoiets van ja. Moet je dat nou heel uitgebreid lezen of niet? Hè? Maar nu het zodanig groot nieuws aan het... Nou, zeg mijn stem. Nu het zodanig groot nieuws aan het worden is. Even kijken hoor. On Friday, Mr. Lynn was remanded in custody to face a court next year. He was stood down as a pilot by Jetstar, a budget airline owned by Qantas, shortly after his arrest. Dus hij is meteen na zijn arrestatie ook ontslagen als piloot. The disappearance of Mr. Hill and Miss Clay from the Victoria Alpine National Park sparked one of the state's largest missing person investigations. Police allege they were murdered on 20 March, according to court documents reported by the Age newspaper. They had used a high-frequency radio to call a friend earlier that day. During the call, the pair said they were setting up camp in Wanangatta Valley. Passers-by found their campsite destroyed by fire next day. Our efforts to locate the remains of Russell and Carol will continue, Victoria Police Assistant Commissioner Bob Hill said on Thursday. The campsite where Mr. Lynn was arrested is about 55 kilometers, 34 miles from where the pair went missing. Police have conducted several extensive searches of the Victorian Alpine National Park since their disappearance, looking for clues in the rugged terrain. The families of the missing pair have also issued appeals for information in recent months. It's really hard. It's not getting any better not knowing. It's just unknown. He just disappeared and you've just stuck in the middle. Of you're just stuck in the middle. That's what Mr. Hill's daughter Debbie said last month. Miss Clay's sister Jill said, we need to know what happened and we need to know where their bodies are so we can put them to rest. Three other people have gone missing in the Victorian Alps in the past decade, but none are suspected to have met with foul play. Mr. Hill knew the area well from frequent visits and work decades ago as a logger, local media reported. Hij was dus houthakker in de regio ooit. Ik zal eens even kijken op Southgate ARC. Ja, Southgate ARC was dus eerder dan de BBC. Maar op basis van de Daily Mail. Dus arrest made in case of missing radio ham. Radio amateur Russell Hill, VK3VZP, and his friend Carol Clay disappeared in March 2020 while on a camping trip. Nou, vloemenknop werkt niet. Police arrested a suspect around 5:30 p.m. on Monday, November 22, and were expected to interview him on Tuesday morning. Het is wel natuurlijk wel nieuws dat het een airline pilot is. Dat hoor je toch niet zo vaak, dat die zo bij criminaliteit betrokken zijn. Daar moet je als passagier toch ook niet aan denken dat je dat je bent vervoerd door een moordenaar. Aan de andere kant heeft zijn werk wel goed gedaan. Het is ook altijd een rare tegenstelling. Mensen zijn nooit 100% crimineel of 100% niet crimineel. Het is altijd sommige mensen zijn wat eerlijker dan een ander. Dus het is de ene kant van het spectrum en sommige mensen zijn wat gemeener dan een ander. De andere kant van het spectrum, maar het is nooit zwart-wit. Ik heb het al vaker gezegd, maar Pablo Escobar schijnt een goede vader geweest te zijn. Nou, laten we tot slot een stukje taal doen. Het woord ijsco is afgeleid van Automatische IJscompagnie der Amsterdamse Banketbakkers. Een bedrijf dat vanaf de jaren 10 van de 20e eeuw ijswagentjes exporteerde. Op de zijkant van de wagentjes stond ijsco, wat tot soortnaam is geworden, Porto uit. In grote delen van Vlaanderen wordt een ijsco met een stokje een frisco genoemd. Een woord wat ik niet kende. Een hoorntje heet in Oost-Vlaanderen een torentje. En er bestaat een variant tussen twee dunne, harde wafeltjes die een kadet wordt genoemd. Ijsco kan echter ook ijsverkopen betekenen. Een bewijs hiervoor levert de aantekening van Beets uit 1931, waarin hij schrijft, daar komt de ijsco aan, ik hoor hem bellen. Ja, want terwijl die pas op 6 december zou komen,
kwam mijn zendontvangertje vandaag binnen. De USDX die ik besteld had. Dat ding is veel, veel, veel kleiner dan ik gedacht had. Echt veel kleiner. Het is niet te geloven. Het is niet zo klein als de mountaintopper, maar het komt er helemaal in de buurt. Hij is veel kleiner dan dat hij op de foto's van Pascal leek. Pascal die had hem samen met de Xiego gefotografeerd. Om te laten zien wat het verschil was, maar hij heeft zijn werk niet goed gedaan. Het ding is gewoon veel kleiner. Het is wel erg leuk. Een unboxing filmpje komt er niet van, want hij is geleverd in bubble wrap. Dus, maar het is zo'n waanzinnig klein apparaatje. Een jaar geleden had ik het display niet kunnen lezen. Dat zo klein. Het is niet te geloven. Wat een klein dingetje is dat. Het microfoontje wat erbij zit is ook heel klein. Daar zit de speaker trouwens in de microfoon. Ik ben erg benieuwd. Er zit geen handleiding bij, maar ja, dat is ook niet echt nodig. Ja, ik kan er niet zoveel over zeggen. Ik ga vanavond een unboxing filmpje zonder box maken. Een unwrapping filmpje waarschijnlijk. Een bubble wrapping filmpje. Maar het dingetje is heel klein. Het komend weekend ga ik hem uittesten. En dan ga ik ook nog wat filmpjes maken. Maar dit is het formaat. Is in ieder geval, jeetje, wat een klein ding is dat, man. Het is niet te geloven. Ik heb hem nog in bubble wrap zitten deels. Maar tenminste, dit is zo'n zakje van bubble wrap waar hij in zit. Ik kan hem wel goed zien zo. Maar jongen, dit ding is echt heel klein. Echt super klein. Nou, als die zo werkt zoals in de meeste filmpjes, dan ben ik zeer, zeer, zeer tevreden over het ding. Jongen. Nou, ik bedoel, die Xiego, die kun je nog aan een schouderband dragen. Maar dit is, ik weet niet hoe ik dat aan een schouderband... Ik kan het ding in mijn broekzak doen bijna. Nou, ik denk dat hij wel in past, ja. Het zal niet echt heel makkelijk gaan, maar hij past er wel in, ja. Ongetwijfeld. Het is, het is groter dan een pakje sigaretten uiteraard, maar... Goed, ik zal er vanavond wel wat bekende transceivers naast houden. De FT-901, ja, daar valt hij helemaal niet. Hij is net zo groot als de microfoon van de FT-901. Nou, iets groter misschien, maar dat scheelt niet veel. Wat is dat in klein? Nou, ik ben wel erg blij dat hij binnen is. Niet dat ik bang was. Gisteren was er bij PostNL hier in de buurt was er brand. Maar ik begreep achteraf dat er vrachtwagens afgebrand waren en dat er geen post verloren was gegaan. Maar goed, dat was ook niet zo erg geweest. Dat ik een nieuwe besteld, maar... Wel lullig als je dan niet weet of die nog komt of niet. Hè? Want dan zit je te wachten en dan kun je nu ook niet een nieuwe bestellen. Maar ik ga hier eens even mee spelen. En ik ga eens kijken of dat onderweg inderdaad wil werken, draagbaar. Moet eens even kijken, want ik had een bepaalde schouderband in gedachten. Maar dat wordt nu toch een stuk kleiner. Ik denk dat ik hem ergens van een cameratasje afsloop of zo. Nee, het is echt... Nou, ik ben blij mee. Als hij het goed doet, dan is dat helemaal geweldig. Dan is dit echt een goede aankoop. Ja, voor weinig geld, hè. Dat was €125. Maar wat is dat in klein, zeg. Dat is niet... Ik bedoel... in de filmpjes lijkt hij gewoon ook veel groter, want ze zoomen dan op het display in. En dat lijkt gewoon een groot display, maar het frontje is gewoon heel klein. Hij is wel te bedienen. Het is een drieknops bediening, hè. Dus een draaiknop met een menuknop en een exitknop. En dat is alles. En achterop zitten 5, 6 aansluitingen. 7, als je de BSC ook nog mee rekent. Dus een voeding. 5 voor verschillende dingen, zoals een kataansluiting zit er ook op. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik ben benieuwd de look and feel als die aangesloten is. Nou, niet zoveel tijd meer, dus ik denk dat ik de uitzending nu ga maken. Ga afmixen. En dan volgt er waarschijnlijk vanavond, of wel hooguit morgenochtend... Een unboxing. Nee, een unwrapping. Maar ja, whatever. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. However, real things included in it may have been exaggerated or not, or may have been placed out of context. No rights can be derived from the content, nor is creator responsible for any consequences of the content. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van der Broek, ON3 JVB, voor altijd de Joker van België.